wel in Mazeik de finale van de beker van Limburg. Het was de vijfde keer dat Bree en Houthalen dit seizoen tegenover elkaar stonden. Houthalen won tot nog toe 3 keer, Bree 1 keer. Geen Duane Simpkins tussen de lijnen maandagavond in Mazeik. De geblesseerde Amerikaanse spelverdeler van Bree wordt veiligheidshalve aan de kant gehouden. Zijn vervanger Dirk Daase driepuntert Bree hier op 14-13. Bree, dat door het ontbreken van Simpkins 5 punten voorgift kreeg, moet leidzaam toezien hoe een trefzeker Houthalen die achterstand snel overbrugt. Mo Smit zorgt voor 21-22 na 7 minuten. Toch is het Okke te Velde die even later voor de eerste echte kloof zorgt. Met zijn tweede driepunter wordt het 32-26. Bree loopt zelfs 12 punten uit, maar Houthalen maakt zonder echt goed te spelen gebruik van enkele tegenvallende wissels bij Bree om het voorsprong te gaan rusten. Met de 11e driepunter uit de wedstrijd maakt Lightfoot er 44-47 van. We gaan rusten met 44-49. In het begin van de tweede helft gaat Houthalen door op dat elan. De 18-jarige Piet Hoogmaertens zorgt met 6 punten op 3 minuten tijd voor 48-55. Terwijl Bree aangeslagen is, tovert Orlando Lightfoot nog enkele driepunters uit zijn hoge hoed. Zo wordt het 55-67 en lijkt de wedstrijd gespeeld. Maar dan nemen de scheidsrechters enkele rare beslissingen met 2 zenuwachtige ploegen tot gevolg. Bree profiteert hier het meest van en 10 minuten voortijd schiet de Velde zijn ploeg terug op voorsprong, 70-69. Vanaf dan is het opnieuw Bree dat constant leidt met enkele punten. Daar zorgt vooral een plots herboren Keith Scales voor. Hier denkt hij 82-77 door het net. 1 minuut voor tijd brengt Piet Hoogmaertens met een bom Houthalen terug tot 88-87. Maar het laatste woord is voor Bree. Het wint met 94-89 en Houthalen kan fluiten naar zijn 10e Limburgse beker. De ontgoocheling was vrij groot. Dat was goed voor de moraal geweest als we vandaag gewonnen hadden voor de volgende matchen. En nu, nu verliezen we dat. Nu moeten we dat weer helemaal beginnen op te krikken. En daar komt het gelukt voor volgende week in Vilvoorde, want dan moeten we dat nu staan. Voor Bree is het de eerste Limburgse beker in de geschiedenis van de club. Door de afwezigheid van Simpkins kreeg ex-houthalenaar Dirk Daase de gelegenheid om in dit succes een ruime bijdrage te leveren. Het is voor mij terug aanpassen, maar natuurlijk, ik wil altijd graag spelen. Maar ik ben blij als volgende week Duane Simpkins terugkomt. Voor mij zeer, dan ben ik terug, zit ik terug op de bank, maar geen probleem. Ja. En nu vanavond een groot feest? Ik denk het wel. Ik, eigenlijk ben ik er zeker van. Dat wordt een groot feest.